Hoi, welkom allemaal. Leuk dat jullie meekijken. Dit zijn oefeningen van Tom en Tom. Tom en Tom wijzen de weg. En het zijn eigenlijk oefeningen die Tom Walberg heeft gemaakt. Op basis van start met bridge. En welk hoofdstuk gaat het over, Tom? Dat is hoofdstuk 10. Hoofdstuk. Zijn antwoorden op een opening van één hart en één schoppen. Oké. Zijn antwoorden... Echt voor beginnen. Oké, helemaal goed. Het is inderdaad voor beginnende bridges... over mensen die mogelijk wat op willen halen. Het format waarvoor we gekozen hebben is dat we gaan steeds heen en weer bieden. Dus eerst ben ik, dan is Tom en we gaan heen en weer. Je ziet steeds maar één hand. En we maken de hele bieding af, zodat het geheel logisch is. En stel je voor dat je nou zelf denkt van, nou oké, maar ik wil hem zelf afmaken. Nou, dan pauzeer je hem gewoon nadat je allebei de handen gezien hebt. Bied je hem lekker met je partner. En dan kijk je daarna de rest af. Maar... ja, Tom, wij gaan hem gewoon doen, hè? Ja. Beetje toelichting erbij. En wij gaan ons best doen en we gaan daar logica op geven. Ik heb de eerste hand, ik heb een opening. 14 punten. En 14 punten open ik een harte. Ja, de langste kleur. En ik paas hem naar jou. Nou, ik tel 8 puntjes. We kunnen nog steeds een manche hebben, want je kan ook 19 punten hebben. Ja. Ik heb helaas geen driekaart harten, dus ik kan de harten niet steunen. Maar ik heb wel een vierkaart schoppen. En die ga ik graag laten horen. Dus ik bied 1 schoppen. En daarmee beloof ik dat het 4 pluskaart is vanaf 6 punten. En Heel. Daar mag Tom ook niet op passen. Een zogenaamd forcing bot. Ja. Nou, helemaal goed. Nou, ik ga eens naar mijn kaart kijken. En ik ga proberen altijd wel conclusies te trekken. Dus conclusies die ik trek, conclusie 1 is, we hebben een schoppenfit, check. En de andere is, kunnen we naar de manche? Zou kunnen. Partner heeft 6 of meer punten, ik heb er 14. Maar hij kan nog onbeperkt sterk zijn. Dus ik ga in ieder geval aan mijn partner tonen, Tom, ik heb schoppenfit. En dan mag hij gaan vertellen hoe hoog we gaan bieden. Nou, dat is natuurlijk... leuk te horen dat Tom een vierkaart schop heeft. Dus we gaan schoppen spelen. Ik weet dat hij, doordat hij maar laag blijft bieden, dat hij met 12 tot 14, 15 punten in zijn handen heeft. Dus ik pas netjes, omdat ik 8 plus 14 is 22, daar zit gewoon geen manche in. En dat is zo mooi geweest. Want 3 schoppen levert niet meer op dan 2 schoppen. Dat is het probleem. En dan kom jij nog in de verleiding om 4 te bieden en dan hebben we de pop aan dansen. Ja, zo gaat dat. Dus mooi inderdaad, conclusie. Schoppen fit. En het is duidelijk dat we geen manche kunnen bereiken. Dus Tom die past. En we eindigen hier in 2 schoppen. Ja. Perfect. Mission accomplished. Volgende. Ik heb een mooie hand. Ja. Ik heb 19 punten. Ik heb een 5-3-3-2 verdeling. Lijkt op een sans toe, maar een sans toe is maximum 17 punten. Dus ik mag hier niet één sans toe openen. Ik open een harte. 5 of meer hartes en 12 tot 19 punten. Nou, we gaan bijna hetzelfde. Ik heb weer een 2-kaart harten mee. Dus ik ga geen harten steunen. Weer de 4-kaart schoppen, dus die zal ik gaan bieden. Mijn punten zijn er 11. En ja, ik bied gewoon 1 schoppen. Partner mag toch niet passen. Helemaal. Hij komt terug naar mij. Ja, dit keer geen schoppenfit. Nou, dan gaan we gewoon weer conclusies trekken. Ik ga kijken van nou, hoeveel punten hebben we samen. Partner heeft minimaal 6 punten. Ik heb er 19, dus ik wil naar de manche. Maar ja, ik weet niet welke manche. Het kan sans toe zijn. Harten niet meer, denk ik. Want met 3-kaart hart had mijn partner harten bijgeboden. Maar Tom, die gaf net al aan, die heeft 4 of meer schoppers. Het zouden er ook 5 kunnen zijn, of 6, of nog meer. Dus ik bied hier 2 stansen toe. En 2 stansen toe geeft hij aan, partner, ik heb 18 of 19 punten met een stansverdeling. Mocht ik hier nou 12 tot 14 punten hebben gehad, dan bied ik 1 stansen toe. Tom, aan jou de vraag. Even een beetje tussendoor. Want ik zie 12 tot 14, ik zie 18 of 19. Wat moet ik met 15 tot 17 doen? 15 had je 1 stansen toe open met deze. Kijk, dan zie je, zit hem... Probeer hem erin te trukken, lukt niet. Jij bent weer aan de beurt, Ton. Ik heb 2 stans gewonnen. Ja, nou netjes. Ja, dus, ik weet in ieder geval dat jij geen 4-kaart schop in je hand hebt. Ik heb er geen 5. Nou, we hebben voldoende punten voor de manche.
Dus drie sans ertoe moet een inkoppetje zijn en een makkie voor jou om te spelen. Dus ik bied netjes drie sans en dan ga jij mooi heel veel slagen halen. Ik ga mijn best doen. Zo zie je dat. Geen hoge kleuren fit. Wel minimaal 25 punten. Drie sans ertoe is het eindcontract. Perfect. Oké. Zelfde dank je, Tom. Ja, we gaan lekker. 19 punten. Ik ga weer openen. En mochten mensen nou te snel gaan, zet hem gewoon even op pauze. Dat is, wij hebben dit vaker gedaan. 19 punten, ja, het is dezelfde hand, dus hoef ik niet over na te denken. Ton, ik koop hem gewoon weer een harte. En hij komt naar jou. Nou, ik heb bijna dezelfde hand, maar ietsjes anders. Wel minder punten. Maar het belangrijkste verschil is dat ik nu een vijfkaartschop heb. En toch bied ik gewoon met deze hand één schoppen met deze 8 punten. En ik beloof dus weer in principe een 4-plus-kaart schoppen. Ja, helemaal goed. Nou, hij komt terug naar mij. Nou, voor de mensen die goed hebben opgelet net in het vorige spel. Ik heb dezelfde hand, dezelfde bieding. Dus ook hier bied ik 2 sansen toe. Pardon, ik heb 18 of 19 punten. Ik wil naar de manche. Help mij te vertellen welke manche. Nou, dat is nou een heel leuk wat ik nu moet doen. Dan heb ik moeilijk antwoorden op en ik heb makkelijk antwoorden. Maar we zijn al met beginners bezig, dus doe het makkelijk antwoord. En ik weet dat mijn partner nog steeds een 3-kaart schoppen zou kunnen hebben. Ja. Dus ik wil even aangeven dat ik een 5-kaart schop heb, zodat hij nog kan kiezen. Ja. Maar dan moet ik het wel onder de zand doen. Dus wat ik nu ga doen is 3 schoppen bieden en daarmee beloof ik een 5-kaart schoppen. Een partner kies maar, 3 zands of 4. Ja. Leuk dat je dat zo aangeeft inderdaad. Maar dat is inderdaad puur wat je inderdaad in de cursus leert dan. Zelf, als wij samen zouden spelen, zou ik 3 ruiten bieden inderdaad. Dat... Ja, drie ruiten of 3 klaveren. Dat hangt er maar van je afspraak om. Ja, maar ik snap nu jouw didactische keuze. En ik weet wat nu mijn conclusie moet zijn. Wij gaan naar de manche. Dat wist ik al. Mijn partner geeft aan, let op. Ik heb een 5-kaart schoppen en ik heb er 3 bij, dus ik ga naar 4 schoppen. Als ik nu een 2-kaart schoppen had gehad, dan had ik voor 3 sans gekozen. Ja, dat misschien is... nog even duidelijk, hè? Dus dat je dus voor 2 sans... na 2 sans kan je dus met een 5-kaart schoppen, dus bij Oost, bij wat bij mij zit, ja. Kies ik voor 3 schoppen. Had ik een 6-kaart schoppen gehad, had ik voor 4 schoppen gekozen. Ja. Ja. Omdat ik de zekerheid heb dat jij... Minimaal een 2-kaart in je handen. Ja, helemaal goed. Ja. Het is logica. Het is echt de hele tijd kijken naar... heb ik er 8 samen... en heb ik er minimaal 25 samen... 8 kaarten samen voor de fit... en 25 punten samen voor de manche. Ja. Even kijken. Ik heb mijn punten weer snel geteld. Ik heb er 12. Het is een minimale opening, maar ik open er wel bij. Ja. Ik open toch een harte, Tom. Ik ga ervoor. Uiteraard. Poeh! Wat een mooie ruitenkaart. Ja, ik zie dat wij gewoon... ik heb even kijken, 7, 8 en 5 is 13 punten. Dus we moeten minimaal naar de manche. Ja. Ik heb geen hartefit. Ja, jij kan nog steeds een 6-kaart in je handen hebben. Dus ik ga eerst eens eventjes mijn ruiten laten horen. Ja, dat is ook de reden om iets aan ruiten te bieden. 2 ruiten. En daarmee geef ik aan dat ik... Het is wel aardig dat ik nu 100% een 5-kaart ruiten moet hebben. Dat is wel zo, ja. Want je hebt geen 4 schoppers, geen 3 harten. Je hebt geen 4-kaart schoppen, je hebt geen 3-kaart harten, dus er zijn 8 kaarten over. Ja. En die moeten in de ruiten en de klaveren zitten. En de uitleg is gewoon, als ik 2 4-kaart over had gehad, had ik klaveren moeten bieden. Ja. Of stand ertoe, eventueel. Leuk, ja. Dus dan daarom een 5-kaart ruiten, Tom. Ja. Nee, ik snap het. Ja, leuke bridge logica. Er is geen speld tussen te krijgen. Ja, maar het is moeilijk voor beginners. Maar ja. Het is wel leuk als je ziet dat je eigenlijk een beetje uit het bieden kan weten wat je partner ongeveer in zijn handen hebt, wat hij op basis van wat hij niet gedaan heeft. Ja, 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 je weet vaak inderdaad veel meer dingen op basis van wat hij niet heeft gedaan dan wat hij wel heeft gedaan. Ja, precies. Ja. Okay. En nu ik, Ton. Ja. Ik heb 12 punten. Ja, je hebt 10 of meer punten. Ik weet eigenlijk dat we geen hartenfit hebben. Ja. Ik weet wel dat we een ruitenfit hebben. Ja. Want je hebt minimaal 5 ruiters. Dus ja, ik heb nu twee biedingen die ik zou kunnen doen, Tom. Ik zou hier 2 sans kunnen bieden. Ja. 12 tot 14 punten met een sansverdeling. En ik zou hier 3 ruiten kunnen doen.
Maar omdat we een ruitenfit hebben. Maar mijn ervaring is eigenlijk dat ik het liefste naar Sans ga. Dus ik ga 2 Sans kiezen inderdaad. Ik ben blij dat jij er ook voor gekozen hebt. 12 tot 14 punten. Want ik zou wel 3 ruiten bieden, maar dan zou ik met een 4-kaart doen. Ja, precies. Want dan wordt die wat krachtiger. Dan heb je 2 kaarten erbij. En dan heb je, maar nu heb je nog steeds die evenwichtige verdeling. Ja. En ik zeg altijd maar zo. 1 Sans open je ook met een 5-kaart. Met een 5-3-2 verdeling. Ja. En nu heb je aparte openingspunten. Dus er zijn voldoende punten. Doen we nu ook. Zeker als er een mogelijke fit in de lage kleur is. Daarom? Want, dan heb ik natuurlijk een beetje dilemma. Van ja, ik weet dat je minimaal dat er zeker een ruitenfit moet hebben, omdat je evenwicht gebiedt, maar je hebt misschien niet zoveel keuze. Ja, ik kan natuurlijk nu over de 3 Sans heen gaan, maar dat vind ik een beetje zonde. Ik ga liever voor de Sans kiezen dan voor de 5 ruiten met deze mooie kaart. Dus ik kies uiteindelijk voor 3 Sans. Ja, goede keuze dan. Maar dat is inderdaad wel dat je. Eigenlijk op het moment dat je een hoge kleurenfit, tenminste als je een manche wil gaan spelen, je hebt een hoge kleurenfit, kies je 100% voor de hoge kleurenfit. Ja. Heb je een laag kleurenfit, kies je bijna altijd voor 3 Sans. Behalve als je van 1 kleur er helemaal geen hebt of zo, of dat soort extreme dingen. Maar anders, zonder duidelijke aanwijzingen, kies je gewoon voor 3 Sans. Ja. Ja, ik ga nu maar vanuit dat je iets in klaver moet hebben. En Ton, is het niet zo? Dat is wel eens zo. Ja, kijk, en het wordt nog best lastig hoor, als ze een 5-kaart klaver hebben in dit spel. Ja. Met ja, de zeker. Uitkocht. Ja, maar dat is ook mooi van Brits, toch? Je weet het niet. Het is, je weet het niet. En het blijft ook. Oké. Nou, helemaal goed. Leuk, Ton. En ik zeg, we gaan er nog meer maken. Ik vind deze vorm, dat hoor ik van meer mensen. We krijgen ook leuke berichtjes terug dat ze dit bijzonder waarderen, deze vorm. Fijn. Nou, helemaal goed. Wij doen het graag. Bedankt voor de les. Ik zeg tot de volgende keer. En we gaan even kijken. Misschien is het ook wel eens leuk om ze na een Sans te maken. Ja, nou, het probleem is, de Sans kan. Die wil ik zeker nog gaan maken. Maar die gaan pas in Start met Brits, komt dat pas in deel 2. Oh, op die manier. Ja. Dus dat is een beetje lastig bij Start met Brits. Bij Berry doet dat al met Frits 1. Dan heb je de Sans antwoorden. Maar ik ga al in ieder geval wat van die antwoorden maken. Hier is het spelende wijs, Tom. Helemaal goed. Hey, tof, bedankt voor je hulp, Ton. En graag tot de volgende keer. Oké.